Goed, zoals aangekondigd hebben we in de studio onze bondscoach Stanley Menso en Brian Tevreden, manager van onze nationale selectie. Heren, welkom. Dankjewel. Trainer Menso, ik mag Stanley zeggen. Graag. Om te beginnen, 2 wedstrijden achter de rug, tevreden. Dat is hij. Oh, sorry. ja, tevreden. Ja. Doelstelling was 6 punten halen. Mm-hmm. Hebben we behaald. En de tweede doelstelling was goede uitslagen neerzetten. Tegen Sint-Vincent heb je denk ik een goede uitslag neergezet. Toch een ploeg waar je rekening mee moet houden. En de laatste wedstrijd tegen Anguilla was lastig door omstandigheden. Ja. Maar de uitslag is er dus al met al tevreden. Oké. 7 juni, tragedie. 8 juni staat Sandy met Nacho. Waarbij een droom was dat verwezenlijk is en nog steeds gaande is. Wat ging er in jou? We hebben op het veld tijdens de training of voor de training hebben we erbij stilgestaan met de groep. De jongens weten het, maar ik denk dat geen van de jongens er toen al geboren was. Misschien Dion. Dus je geeft het wel door. Maar je moet ook door. En doorgaan is eigenlijk waar we nu mee bezig zijn. Dat je als diaspora, als Surinamer in Nederland, het Surinaamse voetbal wil helpen om zich verder te ontwikkelen. Dat is toen jaren geleden ingezet en dat is nu nog steeds gaande. Ja. Brian, manager van onze nationale selectie, wordt vaak gezegd. Je gaat en je brengt spelers, je werft spelers voor onze nationale selectie. Kan je de kijkers even uitleggen, hoe gaat dat? Het is een heel proces natuurlijk. Ja. Het is niet alleen dat je een speler opbelt van wil je spelen voor het Surinaamse elftal. Dat is natuurlijk een heel traject wat je moet doorgaan. Je hebt een aantal gesprekken. Je laat natuurlijk de plannen zien waar we naartoe willen natuurlijk. Ja. Op korte termijn, op lange termijn. Samen met de bondscoach ga je een gesprek met de speler, maar het is niet alleen de speler. Je hebt ook een gesprek met familie, zakennemers, dus daar heb je allemaal mee te maken. Dus het is een heel traject. Ja. En welke uitdagingen maak je mee tijdens zo'n traject? Er zijn wel wat obstakels natuurlijk. Je hebt natuurlijk ook met het verleden te maken. Er zijn natuurlijk in het verleden dingen niet goed gegaan. Organisatorisch? Ja. Dus toen ik in het eerste gesprek met Stan begon, hadden we heel veel met dat soort dingen te maken. In de tussentijd hebben we wel dingen weg kunnen poetsen. En natuurlijk gaan spelers ook praten natuurlijk met andere spelers. Dus die vertellen natuurlijk ook dat dingen nu veel beter georganiseerd zijn. Oké. Trainer Menso, we hadden periode Menso 1, nu 2. Wat is het verschil? Het verschil is denk ik dat de organisatie om het elftal veel beter is dan in mijn eerste fase. En dat kwam uit een fase waar het een beetje broeien was. Ja. En nu is het redelijk gestabiliseerd. Je hebt te maken met jongere spelers. Mm-hmm. Je hebt te maken met spelers die heel bewust zijn met datgene wat we willen bereiken. Waardoor je als coach zijnde je veel meer bezig kan houden met het coachen dan met andere zaken. En die andere zaken kan overlaten aan Brian, want in principe is mijn rol het coachen. Ja. Daarnaast doen we natuurlijk ook andere zaken om het geheel te managen. Maar we hebben wel duidelijk een rolverdeling en daar wil ik me ook graag bij houden. En als je dan zo'n ontwikkeling ziet die ik dan niet heb meegemaakt en je komt terug, dan is het alleen maar heel positief. En ja, daar voel ik me dan weer lekker bij. Daar hoef ik me of gedraag ik me anders bij. Ja. Als dingen niet goed gaan, ja, dan ben je vaak wat directer, wat emotioneler. Mm-hmm. Dan als dingen goed gaan, dan kan je bezighouden met datgene waar je echt mee bezig wil houden. En ik denk dat het verschil is. Ja. Maar je was er ook daarvoor toch? Wat is nu anders voor Brian tevreden? Nou, allereerst ben ik in een andere rol terechtgekomen natuurlijk. Ja. En wat Stan natuurlijk zegt, we wonen in een broeiazaak, kwamen terecht. Wat was zo'n broeia? Nou ja, het was niet georganiseerd om het zo maar te zeggen. Ja. En,
Het is nu heel duidelijk dat er structuur is. Ook de bond is daarin aan het professionaliseren. Dat zijn harde afspraken? Ja, 100%. 100%. Mm. En wat Stan terecht zegt, als je het vergelijkt met de eerste periode en de tweede periode, hij is nu heel relaxed. Wel heel erg op detail, hè, natuurlijk, voetbaltechnisch. Maar wat je zegt, hij kan zich lekker focussen op voetbal. En de rest, dat moet ik oppakken. Okay. Ja. Bicentini is erbij. Je hebt naast Bicentini ook nog andere trainers die helpen. Hoe is de samenwerking? Hoe werkt Stanley met de rest? Ja, kijk, de eerste twee stafleden, stafleden ken ik natuurlijk. Ja. Ryan Koolwijk en Roberto Geurdeke. Remco Bicentini is nieuw bijgekomen. Ik heb gesprekken gehad met Remco voor zijn aanstelling. Ja, je moet kijken hoe het gaat werken. Hè. Je moet elkaar aanvoelen. Zowel Remco en ik, maar ook Remco in de staf, want hij is een nieuw onderdeel in de staf. En ja, tot nu toe gaat het goed. Alleen het moet zich wel zo blijven ontwikkelen dat het goed en beter gaat. Maar dat is een ontwikkeling die we gaan bekijken hoe dat gaat. Want voor mij is het ook nieuw, een nieuw staflid. De rest kende ik allemaal natuurlijk al. Ja. Misschien niet de videoanalist en de dokter niet, maar de rest kende ik allemaal. En als er iemand nieuw in de organisatie komt, is het altijd even voelen, kijken. Mm-hmm. Moet ik een beetje links, moet ik een beetje rechts, moet ik dit zeggen, moet ik dit juist niet zeggen. En dat is het proces waar we in eigenlijk bezig zijn. We hebben eerst 12 dagen in Nederland doorgebracht, nu 12 dagen hier. Dus je bent aan het kijken ik denk ook Remco zelf, hoe hij zijn positie moet innemen. Ja, ja. Wat heeft Stanley Menso nog nodig als ze zou zeggen van qua staff of anything, zou ik nog de nodige bijstand willen krijgen om grotere hoogtes te bereiken? Kijk, het belangrijkste zijn de spelers. Ja. En daaromheen moet je goede organisatie, goede structuur bouwen. Maar je hebt ook te maken met andere zaken, financiële middelen. Dus je probeert te werken met binnen het kader wat je hebt. Mm-hmm. En ja, ik zou zoveel willen, maar niet alles kan. Ja. Op dit moment waar we mee werken en hoe we het doen, is wel naar mijn tevredenheid. Maar het kan altijd beter en dat is waar we ook naar streven. Zowel voetbaltechnisch, organisatorisch, alles kan beter. Maar ik hoop en ik zie, tenminste ik hoop dat de mensen zien dat we wel stappen maken. Want je kan het niet meer vergelijken met 2 of 4 jaar geleden. Nee. En dat is een goede ontwikkeling. We gaan zo meteen praten over de vriendschappelijke wedstrijden. Men vraagt waarom zo weinig. Brian, jij bent niet alleen belast met het werven van spelers. Nee. Wat doe je nog meer? Veel. Nou ja, kijk, wat ik wil zeggen, ik ben nu in een nieuwe rol teruggekomen als general manager. Mm-hmm. Al eerst was ik natuurlijk adviseur, dus je bracht natuurlijk spelers binnen. Maar natuurlijk, je managt de hele organisatie, moeten we maar zeggen. Ook de U-selectie, om het zo te zeggen. Wat de bondscoach ook zegt, je probeert de randvader te creëren dat hij rustig kan werken. Dus daar ben ik ook mee belast natuurlijk. Dus het is een vrij groot pakket. Ja. Wat de U-selecties en de dames betreft, hetzelfde proces om spelers... Zeker. Kijk, in de eerste fase, toen ik ben ingestapt, was fase 1 om het zo maar te zeggen. En daar zijn we met de U-selecties ook zo mee begonnen. In de eerste fase, en dat probeer je steeds in de andere fase te krijgen, met steeds betere spelers. En dat is met de dames precies hetzelfde. Ja. Trainer Menso, Suriname speelt WK-kwalificatie, straks Nations League en men vraagt zich af, ja maar waarom spelen we geen vriendschappelijke wedstrijd tegen een land met naam? Ja, die vraag wordt heel vaak gesteld en die vraag wordt bijna soms een verwijt. We hebben te maken met Windows, FIFA Windows, waarin wij als bond, ik als trainer, gebruik kunnen maken van spelers van clubs. Ja. Tussen die Windows is er gewoon een competitie en zijn de spelers eigenlijk van hun club. Mm. Kunnen we geen gebruik van ze maken, dus kunnen we ook geen vriendschappelijke wedstrijden spelen. Dat kan alleen maar in aangewezen FIFA-window kunnen wij vriendschappelijk spelen. Als je bekijkt, dit jaar hebben we in maart een window gehad, we hebben een window van juni, we hebben in september een window, oktober, november.
dat zijn de windows waarin wij gebruik mogen maken van de spelers van de clubs. En die zijn eigenlijk al volgeboekt met Nations League, in dit geval juni WK-kwalificatie. En het is volgend jaar hetzelfde. Okay, dus misschien ruimte in Facebook? Nee, helaas. Goed, Brian, het werven van spelers, misschien kunnen jullie beiden daarop antwoord geven. Hoe gaat dat? Ziet Stanley een behoefte in een spits of een verdediger? Ja, absoluut. Kijk, ook daarin zijn we in fase begonnen natuurlijk. In de eerste fase probeer je eigenlijk je pool zo groot mogelijk te maken. Nou, dat is tot nu toe gelukt. Gisteravond hebben we nog natuurlijk de wedstrijd aan het analyseren. Op bepaalde posities wil je daar natuurlijk meer spelers hebben. Dus ik moet aan de slag. Maar hoe het zoiets gaat is natuurlijk dat je, je noemt het een zwart analyse deel maken en dan ga je kijken naar posities. En daarom zijn we dan in discussie om te kijken, oké, wie past het best in. Ja. Maar in principe, kijk, voor mij dan een voorbeeld. Ik ben wat ouder dan Brian. Dat zie je niet gelijk, maar. hij is natuurlijk in een generatie voor mij, of zelfs misschien twee generaties voor mij. Dus hij kent die generatie spelers die ik wel ken van naam, maar geen binding mee heb gehad, omdat ik natuurlijk ouder ben. Dus het is makkelijker voor hem om contact te maken met die spelers, waardoor ik ook weer in contact kom met die spelers. En dat is eigenlijk het spel wat gespeeld wordt. Brian kent ze van zijn periode bij Ajax vooral, en daarna ook volgens mij, maak contact met ze en daarna ga ik samen met hem gaan we gesprekken aan. En het loopt niet altijd even makkelijk, want we hebben te maken met andere generaties en daar heb je ook mee te dealen. Maar elke speler die hier komt, moet zelf het gevoel hebben van ja, ik wil graag. We moeten ze niet pushen. Ze moeten graag willen. En dat heb ik wel gemerkt de laatste tijd. Iedereen die hier is, die wil ook hier graag zijn. En dat is een goed teken. Maar misschien nog een toevoeging. Kijk, waar we ook natuurlijk mee bezig zijn, dat het ook jongere spelers zijn. Dat zie je nu, dat ze bewust voor Suriname kiezen. En uiteindelijk zie je uiteindelijk dat je die spelers uit de komende 10 jaar hier hebt. Ja. En dat is natuurlijk ook mooi om te zien. Je wil wel niet natuurlijk dat spelers die in de lokale competitie aan bod komen. Ja. Vergeten worden. Hoe gaan jullie daarmee om? De SML is dit jaar, maakt je eerste jaar mee. Het niveau is weer anders. Hoe gaan jullie daarmee om? Want men wil ook niet dat de spelers hier. Die worden zeker niet vergeten. Ik denk dat je ook hebt gezien dat de Bondscoach ook, ik denk 5 jongens heeft toegevoegd. Want hij kon ook makkelijk andere jongens toevoegen. Ja. Bewust, en dan hoor je het heeft met financiën te maken. Absoluut. Dit was een bewuste keuze van de Bondscoach. Dus die jongens worden absoluut niet vergeten. Ik denk dat het ook in de U-selecties bij de vrouwen ook zo is. Dat die mensen moet je absoluut niet vergeten. En, dus dat is ook een vereiste van de Bond. Ja. En vooral bij de jeugd, dat de jongens en dames zeker in meenemen. Okay. Ja, het is en blijft een spanningsveld natuurlijk. En te begrijpen, hè, vooral als je in Suriname speelt, hè, waar de jongens wekelijks spelen, moet je ze de kans geven en moet je het publiek moet je, het gunnen om hun eigen spelers, lokale spelers, te zien spelen. Maar het blijft een spanningsveld waarin altijd prestaties voorop staan. Dat moet men niet vergeten. Ik zou het liefst met 10 lokale spelers of 11 lokale spelers willen spelen. Maar er worden prestaties van ons gevraagd. Ja, dan moet je kijken naar het beste. Dat is het sterkste elftal dat je kan opstellen. Hoe ga je daarmee om? Ik snap wel. Je wil niet altijd zo'n harde beslissing nemen, maar uiteindelijk moet het wel, prestatiegericht. Ja, daar zijn we in opgegroeid. Ja. Ik denk dat ik niks anders weet dan dat je moet presteren elke dag, elke training. En dat is heel vaak ook het niveauverschil. In Europa moeten ze elke dag, elke training moeten ze presteren. En hier kunnen ze nog eens een dagje een training, een wedstrijd, omdat de tegenstander niet zo sterk is, kunnen ze op halve kracht spelen en daardoor krijg je een verschil in ontwikkeling. Als je elke dag moet, dan word je waarschijnlijk sneller beter dan als je niet elke dag moet.
Je kan spelers werven die gewoon voor een nationale selectie willen uitkomen, die gewoon willen voetballen, maar je ziet toch wel een aantal spelers die... Je ziet dat het straalt uit, ze spelen met hart en nieren voor de vlag. Hoe vertolk je dat gedeelte naar spelers die je benadert? Wat ik net zeg, ik heb verschillende manieren daarvoor natuurlijk. Kijk, alles wat je doet is natuurlijk voor het land. Er zijn natuurlijk ook andere landen die meer te bieden hebben. Ja. Ja, want er zijn volgens mij 2-3 spelers die tussen andere landen konden kiezen. Die hebben voor ons gekozen. Ja, die hebben bewust voor ons gekozen natuurlijk. En het allermooiste wat ik dan vind als ze dan hier komen op Sanderij, hoe ze ontvangen. Hij zegt van, dit is het. Dit is het. Ja. En dat doet je goed natuurlijk. Dat voelt het. Ja. Hoe voelt het voor jou, Stanley? Op Sanderij te arriveren in Suriname? Nou, ik arriveer regelmatig op Sanderij. Maar dan een beetje vaker in incognito. Het is altijd elke eerste stap die je zet. Op het moment dat het vliegtuig landt, is het, word je andere mensen. Het is iets, een gevoel wat ik tenminste, en ik denk nu ook veel spelers, in mij heb. Op het moment dat ik aankom, weet je, je kijkt het raam, je ziet het land, dan krijg je een bepaald gevoel wat niet te beschrijven is. Ja. En deze missie, dit project is, dat geeft je kippenvel, groestje, want op het moment dat je het volkslied hoort, op het moment dat wij aan het bidden zijn voor de wedstrijd in de kleedkamer, dan krijg je een soort adrenaline in je lichaam dat onbeschrijfelijk is. En dat blijft elke wedstrijd weer hetzelfde of je nou tegen Canada speelt of wie dan ook. Het blijft, Canada, tegen wie je speelt, het blijft altijd het gevoel. Dat blijft, het is heel vreemd en dat is goed. Dus goed. Heb je er nooit ervaren? Anders. Ja. Anders. Ik krijg bijna tranen in mijn ogen als ik het volkslied hoor. Als ik de jongens zie bidden en hoor praten hoe ze voor Suriname willen vechten. Ja, daar krijg je bijna tranen in je ogen van. Ja. Dat zit heel dichtbij. Je zei op de eerste persconferentie, we zitten opgeschreven met Stanley tot 2026. Langer misschien? Sta je daarvoor open? Ja hoor. Ik ben niet de jongste meer. Het is altijd mijn doel geweest, mijn droom geweest om iets terug te doen voor het Surinaams voetbal. Nou, het is in deze rol nu. Als we succes hebben, dan is het heel vaak dat je doorgaat met elkaar. Ja. Dus laten we hopen op succes. En nou, we hopen dat we dan samen nog meer stappen kunnen maken. Want Brian geeft het net aan, jongens van 21, die zijn over 5 jaar, 26. Weet je, dus, en daar wil je ook nog graag onderdeel van uitmaken, want het zijn wel spelers die je kent, die je hebt meegemaakt in hun beginperiode. Dus laten we eerst deze periode aankijken, maar ik snap de vraag wel een beetje hoor. Ja, ja. First things first is wat gedaan moet worden. Ja, en ik heb beloofd, ik heb de bond, ik heb de mensen, ik heb de spelers. Blijf tot in alle gezondheid, als alles goed gaat, dan blijf ik tot en met het WK verbonden aan Nacho. Misschien een verlenging, hoe je het noemt. Nee, dat is dat is de eerste stap. Brian, we voetbaltechnisch ga ik zo meteen met Stanley daarover praten, maar we hebben de Nations League, jij bent continu bezig. Waar daar mag het volk nog uitkijken? Naar wie zijn de spelers die zich zullen toevoegen? Ja, kijk, we hoeven er geen geheim over te maken. Duro zijn er zelf mee in gesprek. Doekie zijn er mee, is papier al ingevuld natuurlijk. Doekie? Ja, absoluut. Ja. Even kijken, Richenel, Margaret, VRKC, ook een jonge jongen. Jaden Turfkrijer, Jubitana. Zeven eigenlijk zijn we ook mee verder. Dat is een kleine dispuut waar we mee bezig zijn natuurlijk. Dus even afwachten hoe dat afloopt. En er zijn nog wel een aantal spelers die zullen komen. Dus daar zijn geen geheim over. We willen de best van de best hebben. Ja. Ian Maatsen, die zie ik nog zie ik voorbij komen. Die dan misschien nog een maatje te groot is. Maar kijk, we willen hem graag hebben. Ja. Maar, Is op de hem. Het is op de hem. Ja. Dus daar wagen wij het open, dus absoluut. De formatie,
de filosofie van Stanley blijft onveranderd, manier van spelen. Ja, maar je moet wel oog hebben voor details, kleine veranderingen die je misschien net iets anders kan laten spelen. De zaak is dat je spelers in hun kracht brengt of houdt. En als je daardoor anders moet gaan denken, het gaat niet om mij, het gaat om die spelers, zij moeten het uitvoeren. Ja. En als zij het beste op die manier kunnen uitvoeren, ben ik de eerste die zegt van we gaan het op zo'n manier doen. Dus ik heb een idee en ik deel het met de spelers. En als zij vinden van hey, het is goed, maar kunnen we dat er aan toevoegen of dat weghalen, dan zeg ik go ahead, want het is jullie. Jullie moeten het uitvoeren, het is jullie project op het veld. En, maar het idee is nog steeds en we willen graag domineren, dominant zijn, daar waar het kan. Maar we moeten ook heel realistisch zijn en zien van hey, sommige wedstrijden moet je iets anders spelen, wat behoudender spelen. Omdat je te maken hebt misschien met weersomstandigheden, met de kracht van een elftal. Maar dat is iets heel normaals in het hedendaags voetballeven, dat je niet altijd hoeft aan te vallen om te kunnen winnen. Ja. Soms kan je ook verdedigen, goed verdedigen vooral, om te winnen. Ja. Het resultaat is belangrijk uiteindelijk. Aan het einde van de rit gaat het om het resultaat. Je bent keeper van huis uit geweest. Hoe is dat als bondscoach? Leg je er extra op wie aan de lat staat en hoe die zich beweegt? Gek hè? daarom ben ik ook geen keeperstrainer geworden. Ik wil me met iedereen bezighouden. Maar natuurlijk let je als ex-keeper let je wel op, op de keepers. Maar ik ben echt gefocust met het hele elftal. We hebben een keeperstrainer, die doet zijn werk prima. En dat laat ik ook aan hem over. Maar het is niet zo dat ik echt bewust en specifiek op keepers let. Nee, ik ben echt met het elftal bezig. Dat is mijn drive om iedereen te willen en kunnen beïnvloeden. Okay. Hoe ziet de komende periode eruit voor onze selectie? General manager? September, oktober, november. Dat zijn de winnaars die ingevuld zijn. En dat is voor de komende jaar is dat de window. Okay. Ja. De wedstrijden die voor de hand liggen, die periode, goede krachtmetingen? Ja, we gaan. Kijk, we hebben twee uitslagen neergezet, goede uitslagen. Maar we moeten wel eens weten van het waren tegen kleine landen. Ja. En dat is niet altijd even makkelijk hè, om tegen kleine landen een goed resultaat neer te zetten. Want zij hebben ook hun kracht en zij gaan zich ook ingraven en ze gaan geen ruimtes weggeven. Ja. Ja, dus dat moet je ook kunnen opbrengen. Maar nu kom je tegen landen, spelers die een stapje hoger staan op die ladder. En waar je andere dingen mee moet brengen. Waarin je, ik weet niet hoeveel balbezit we hebben gehad tegen deze twee landen hoor, maar waarin je minder balbezit zal hebben. Waardoor je ook het verdedigende aspect in je spel zal moeten. Wat goed zal moeten zijn. Dus dat vind ik ook een goede ontwikkeling, een goede stap. Hè? Van kleinere landen naar Nations League, Guadeloupe, Guyana is toch een stap hoger. Hoe gaan we daarmee om? Want Sint Vincent die is wel een paar keer achter onze verdediging gekomen. Ja. Die was niet zo happy. Nee. Ja. Kijk, ja, wil je een wedstrijd domineren, moet je hem ook controleren. Niet geen kansen weggeven. Yeah. Maar we kenden ook de kracht van deze tegenstander. Hij heeft snelle spelers. Mm-hmm. Zijn spelen eigenlijk een beetje op de counter, hè, in de omschakeling. Dat wisten we. Alleen het zal altijd een keer gebeuren. En het gebeurde nu twee keer. Maar als je zelf gewoon genoeg kansen creëert en goals maakt, dan is het vergeven. Maar je weet, tegen een goede tegenstander is dit dodelijk. Yeah. En dat weten we. Mm-hmm. Brian, die lobby van Sernang, we zijn een emotioneel volk. 100%. De spelers die staan op het veld, het geheel, hoe als general manager, hoe bind je iedereen aan elkaar om als één natie op te trekken? Nou ja, kijk, ik ben wat jonger natuurlijk, dus ik kan beter laveren tussen de jongens. Dus je hebt natuurlijk ook je gesprekken met de jongens. Hou je ook een speech af en toe? Nee. ik ben echt wel een man achter de schermen, dus dat is echt voor de bondscoach. Dus daar bemoei ik me niet mee. Maar ik heb natuurlijk wel gesprekken met de spelers. En als je dan ziet
hoe ze nou over Suriname praten, hoe ze met elkaar bezig zijn. Je kijkt natuurlijk ook van afstand kijken. En dat geeft wel kippenvel. Vooral als je boven bij de wedstrijd staat natuurlijk. Je kijkt naar beneden. Je kijkt hoe de bondscoach bezig is. Je kijkt hoe de spelers bezig zijn. Dat geeft je kippenvel natuurlijk. Maar die Surinamers in Nederland, die lieven ook echt meer. 100%. Ja. Als je ziet hoeveel berichten ik persoonlijk al krijg. Laat staan de spelers. Dat is gewoon gigantisch. En de vraag of we wanneer we willen Nederland spelen is groot. Dus dat zegt ook genoeg. Okay. Ja. Ja, het mooie was, je speelt op Manguila. Ja. En je speelt eindelijk een thuiswedstrijd. Zoveel Surinaamse supporters. Dat was echt mooi om te zien. En uniek, denk ik. Want ja, ik heb het niet eerder meegemaakt natuurlijk. Maar in Amerika heb je ook veel Surinamers. Maar Sint Maarten, een klein eiland en zoveel Surinamers en die de oversteek maken naar Anguilla om Nacho. Ja, fantastisch. Ja, crossing, echt waar. Tot slot, hoe belangrijk is de steun van Alles Renamans om als één unit achter onze Nacho te staan? Ik heb het bij mijn tweede aanstelling gezegd. Het is niet van Brian. We doen het samen met de mensen om ons heen en vergeet niet wat er allemaal achter de schermen gebeurt. En we zijn het niet altijd eens. Soms hebben we oké. Maar we hebben wel één ding waar we eens over zijn, is het is voor Suriname. En zo willen we graag iedereen erbij betrekken. Het is niet van ons, het is van ons. Je ziet nu dat de... Ja, de spelers worden bekender, heeft te maken met media. Ja. Hoe plaats je het elftal, hoe plaats je Nacho in de media? Zonder, iedereen mag kritiek hebben, maar het moet iets zijn wat we gezamenlijk dragen. Het is Suriname. Ja, ik noem het ook team Nacho, geen Nacho. Bestuursleden, media, supporters, het is iets van ons. En ik hoop dat ons sterk maakt. En zo zie ik het ook en zo zou ik het graag willen zien. Team Nacho. Ik heb nu weer kippenvel. Nee, serieus. Het is, nogmaals, je ziet hoe we zijn begonnen en waar we nu staan en waar we naartoe willen. Dat geeft super kippenvel. Suriname moet op elke Gold Cup staan. Met wat we hebben in huis. Ja, absoluut. We kunnen ons niet meer gaan verschuilen om te zeggen, ja, maar dit of dat. Maar het is een must van ons. Dus, en vooral als je kijkt naar de spelersmateriaal die we nu beschikbaar hebben en krijgen, dan moet je gewoon plaatsen. Ja. Grote, zware taak. Ja, ik weet het. Ik weet het. Ik heb brede schouders. Je weet het. En, maar dat is... iemand heeft laatst even gezegd van... ooit ben je begonnen met dit. Ga niet weg meer hoor, maak het af. Dat vond ik eigenlijk wel iets moois, want ik ben voor het eerst als speler hier, ik voetbalde nog bij Ajax in 1978, voor het eerst naar Suriname gekomen als voetballer. En toen is dat gevoel ontstaan en het is het nog steeds en het gaat niet weg. Dus, voel je dat dit de tijd is van Stanley Menzel om de missie te voltooien? Ja, dus het is niet, nogmaals, het is niet mijn missie. Zo heb ik altijd gedacht en zo moet het ook zijn. Maar ik kom in een luxere bed te liggen nu. Ik mag met betere spelers werken. Ik mag in een betere organisatie werken. En dat is fijn als coach. Ja. Maar ook als spelers is het fijn. Daar zijn mensen belangrijk voor. En dat zijn die randvoorwaarden die je moet creëren. Zodat mensen hun werk goed kunnen doen. Ik als coach, Brian als general manager, maar vooral de spelers, want daar gaat het om. Ja. Zij moeten het neerzetten, zij moeten ons trots maken, ons land trots maken. En wij moeten gewoon zorgen dat we de randvoorwaarden creëren, dingen neerzetten voor ze, zodat zij goed kunnen presteren. That's it. Uiteindelijk team Nacho. Yes, dat is mijn... mag ik u dank zeggen? Graag gedaan. Wat is jullie verlengd? Suriname? Boy, ik zie mijn buik niet. Het is een boel. Van alles. Hè. Maar ik hou van taaierblad. Ik hou van soepen. Ja. Of is het soeps? Nee, ik soep. Nee, ik dat is ook iets. Ik zie ook bij de jongens terug hoor. Kook je zelf? Ja, ik kook graag. Ja, man, dan ben ik graag. Brian en thank you. En wat is jouw
Bruine bonen. Want je was een tijdje in Engeland. Hè? Ja, nee, maar zo dat is ja. Makkelijk. Ik heb een vrouw die goed kan komen. Oké, oké. Wat heet. Goed, derde succes. Ja, dank je wel. En we hopen natuurlijk dat dit van Nacho, Team Nacho nu. Het gaat om iedereen die absoluut. Als één yes. Unit optrekt. Ja, yes. Thank you. Ja, bedankt. Dat is het gesprek dat we hebben gehad vandaag met onze bondscoach Stanley Menso en general manager van de selectie Brian Tevreden.